Itoshi. Itoshi. Gezondheid. Oké. Yo, what up, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals je zag zijn wij helemaal naar Delaney en Laura toegereden in Wapserveen, Havelte, ik weet het allemaal niet. Zij horen volgens mij, is het Wapserveen, maar zij horen eigenlijk bij de gemeente Havelte, echt een heel ingewikkeld verhaal. Anyways, wij zijn nu aangekomen daar bij en we staan eventjes stil bij de Albert Heijn om nog eventjes wat dingetjes halen voor de Gilea. Dan gaan we straks daar naartoe. Gaan we een hele gezellige dag meemaken. Dat hebben we gezegd. Tot zo. Zij leven gewoon in de middel van de city. In de middel. Kijk. In de middel. Of nowhere. Waar zijn we nu? Waar zijn we nu? Oh. Ja. Grote gaaf zeg. Ja. Yeah. Ze gluren. 6 hours later. Moet ik even drinken? Ja. En als wij dat zeggen, normaal gesproken gaan we gewoon voor die nee, voor de 84. Ja. Maar als je 2 drankjes neemt, dan zit je al bijna tegen de vrouw. Lekker aan het slapen. Heb je helemaal gelijk, Jus? Klopt, ja. Nou, ik denk dat we zijn heerlijk aan het chillen bij Laura en Delaney. Kijk, met de open haard erbij. Super gezellig. Ja. En we gaan nu eventjes kijken wat voor menu we gaan nemen. Want we gaan straks naar Itoshi. Yes, Itoshi. Dat is een Japanse sushi restaurant in Zwolle. Dus daar gaan we zo maar lekker naartoe. Gilea is lekker aan het slapen. Even wachten tot ze wakker wordt. Gaat zij eten en daarna gaan we eten. Zo, vind je weer mijn nieuwe jas? Komt herkenbaar? Het is de oude jas van Jenna. Het is stampens koud hier zo in het noorden. Dus ik denk, laat maar even een dikkere jas aan doen. Dat is de enige jas die nog in de auto lag. Maar we zijn aangekomen in het super sfeervolle Zwolle. Hartstikke gezellig. Lege straten. En we gaan nu naar Itoshi. Itoshi Hatishi Gezondheid. Ga lekker sushi eten. Konnichiwa. Lea is er aan het zwaaien. Hey. Oh, we zijn er al. Ja. Het was snel. Itoshi. Oké. Nou, we zijn al keuze aan het maken. Hallo. Bij Itoshi. 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 Gezondheid. We gaan nu lekker sushi bestellen. We hebben honger. Ja, best. Dus, sorry Ming Ming, we gaan dit keer weer vreemd. Maar dat komt omdat we Zwolle zijn. Ja, nu Zwolle. Jullie grootste fan niet naar Houten komen. Kijk, ze hebben wel hele andere sushi hier. Dit is zalm met kokos. Die gaat Laura straks even proeven. Maar Jenna is terug van poepen. Die is even ruimte gaan maken. Ik ook hoor. Jenna snapt altijd achteraf. Dus alles op en dan zegt ze, oh ik moet even snappen. Nog 1 gerecht of zo. Nou, we hebben een aantal gerechten gehad. De grillgerechten zijn al heel erg snel bezorgd, geleverd. Maar nee, de grillgerechten zijn super snel hier. Ze zijn ook echt lekker, moet ik echt toegeven. De grillgerechten zijn lekker. Niet zo... Delaney en Laura zeiden van, het is niet zo lekker als bij Ming en Ming, maar het is echt nog wel lekker. Sushi daarentegen is een beetje kleverig. Dat was de sushi die we nu hebben gegeten. De California Maki was een beetje kleverig. En die Ebi Tempura. Maar die grillgerechten zijn echt lekker. Het ziet er ook goed uit, zoals je net zag. Dus we gaan nog even door eten en door beoordelen. Nou, vertel ze. Jij moet vertellen. Oh ja, nou, kijk hier. Ja, dan moet je deze laten zien, ja. Kijk, Laura heeft deze zalm besteld. Dat is de... Ja? Even inzoomen. Kijk, je ziet dat dit gewoon een echt stukje zalm. Nu heb ik ook een zalmrolletje besteld. En dan zie je gelijk. Dat dit gewoon, en je proeft het ook, dat dit zalm is uit een pakje. Gefileerde zalm die je gewoon met de Lidl kan kopen. Gerookte zalm. Ja, gewoon gerookte zalm. Deze is wel echt wat minder. Proef je gewoon. Echte vissmaak. Ja. Wat valt mee?
Dat is wel lekker. Die sperziebonen. Nee, die sperziebonen zien er ook wel lekker uit. Kan nooit misgaan, hè? Van de Lidl. Nee, van de Lidl. Kijk, zo schuiten. Nou, we hebben heerlijk gegeten bij Itoshi. Althans, heerlijk. Tot op zekere hoogte. Sommige dingen waren wel lekker, sommige dingen waren iets minder lekker. Maar het was oké. Okay. Ik denk dat je het het beste mee kan vergelijken met de Sushi Today in Utrecht. Ja, ze hebben ook een onbeperkte dessertbar waar je wat fruit kan halen, wat cakejes, spekkoeken en dat soort dingen. Voor de rest, lekker gegeten. Gilea is heerlijk rustig bij oom Delaney. En dan gaan we zo meteen weer terugrijden van Zwolle naar huis toe. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Like, deel, abonneer en tot de volgende keer. Later!